القواعد الأربعة. Dit schrijfwerk, dus de qawaid al-arba. Al-qa'id al-ula. Het eerste fundament van dit schrijfwerk. Kul man sarafa shay'an min al-ibada li ghayrillah. Iedereen die iets van een aanbidding toeschrijft aan een andere dan Allah. Fa huwa kal mushrikeen alladhina bu'ith bihum an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Is gelijk aan de polytheïsten naar wie de profeet sallam is gezonden. Li'anna an-nabi sallallahu alayhi wasallam takhasam ma'ahum fi hadha at-tawhid, fi tawhid al-ibada, hatta takun al-ibadat kullaha lillah. Want het discussiepunt tussen de profeet Salem en deze polytheïsten was over deze zaak. Dus het vermengen van polytheïsme met de aanbidding. Naam. Al-qa'id al-thaniya. Het tweede fundament. Kul man talab al-qurba wa al-shafa'a min ghayri Allah fi ma laqdir alillah, faqad wafaq al-kuffar alladhina bu'ith fihum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ba'd an-nas ya'ti ila ashab al-qubur. Sommige mensen die komen bijvoorbeeld bij de graven. Wa yatlub minhum al-qurb ila Allah. En hij vraagt aan hen om ze dicht bij Allah Azzawajal te brengen. Dus aan de doden vragen ze dat. Of ze vragen, aan de doden om voor hen, te bemiddelen bij Allah Azzawajal. Dit is een handeling van de niet-moslims. En dat is de reden waarom Allah hen tot niet-moslims heeft verklaard. Hoe kun je jezelf... hoe kun je toenadering zoeken tot een overledene terwijl hij in zijn graf ligt? En hij hoort jou niet en hij kan jou niet baten. Het derde fundament. Ja, sommige mensen die beperken het polytheïsme, dus de shirk, tot het aanbidden van beelden. أما عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عبادة الملائكة عليهم السلام يقول هذا ليس بالشرك. En ze zeggen dat het aanbidden van de profeten of de engelen hier niet onder valt. سبحان الله. الآيات كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الملائكة عبد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عبد الصالحين لم يفرق الله بين الشرك والشرك. Ja, Allah عز وجل heeft niet onderscheid gemaakt tussen de shirk die werd gericht in het aanbidden van de beelden of het aanbidden van de profeten en de engelen. Allah heeft de shirk als shirk beschouwd. Wie er ook naast Allah wordt aanbeden. Naam, al-qa'id al-rabi' al-akhir. Het vierde fundament en het laatste. Al-kuffar alladhina bu'ith fihum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kan ladayhim shirk fi as-sarra fi waqt an-ni'am yushriku. De polytheïsten, naar wie de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gezonden, zij maakten zich schuldig aan shirk in het verborgene. Amma waqt ad-dharra waqt ash-shiddah يخلص يوحد الله ويكفر بكل ما يعبد من دون الله. Maar in de zaken shidda zeg. عند الشده عند in bij rampspoeden of wanneer hen een moeilijkheid overkwam, dan richtten zij zich tot hun schepper. Allah عز وجل. يعني جاء الموت لعبت فيهم الباخره مثلا في البحر يخلصون لله لانهم يعلموا انه لا يخلص مما نزل بهم الا الله. Ja, bijvoorbeeld als iemand zich op een schip bevindt of dergelijke. En het staat er op het punt om te gaan zinken of dergelijke. Dus ze bevinden zich in een moeilijkheid. Dan is het moment dat ze zich richten tot Allah. En ze weten dat niemand hen vanuit die situatie kan redden behalve Allah. En toch heeft Allah azzawajal hen verketterd tot niet-moslims. Ja, لأنه لابد أن يكون التوحيد في حال السراء وحال الضراء. Het tawhid, het monotheïsme, dient dus zowel in goede tijden als in tijden van rampspoed geuit te worden en gepraktiseerd. En sommige mensen in onze tijd, hun shirk is, of hun polytheïsme, is in goede tijden en in slechte tijden. يعني أشد شركا من الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. Ja, want hun polytheïsme, hun shirk, is erger dan die van de polytheïsten naar wie de profeet صلى الله عليه وسلم werd gezonden. فلا بد أن نحذر من هذا. En daarom dienen wij hiervoor uit te kijken. ونحذر هؤلاء نخاف عليهم. En anderen te waarschuwen en voor hen en bang te zijn voor hen. In de zin van dat we vrezen voor hen dat ze in die toestand komen te overlijden. ونقول لهم جئتم بشرك لم يأتي عن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. En we zeggen tegen hen: jullie zijn met polytheïsme gekomen waar de vroegere polytheïsten niet mee zijn gekomen. نعم. وبهذا تم الشرح المختصر لهذا المتن المبارك.
والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. En hiermee zijn wij tot het einde gekomen van dit kort schrijfwerk, de vier fundamenten. En Allah Azza wa Jal zijn wij hier dankbaar voor. Assalamu alaikum. Zakallah.